Hi, hi, dit is weer een vlogje van Davy. Ik heb even een tijdje geen vlogje opgenomen omdat ik even aan het bijkomen was van de afgelopen maanden. Dus ik heb nu een unboxing van Temu. Ik heb een aantal artikelen en ik heb niet gewacht tot ik alle artikelen had, maar. Dus er komt nog een klein vlogje, want ik had zoiets van dat duurt een beetje lang. En dan heb ik heb geen geduld, dus vandaar. Ik heb een gedeeld, ik heb dit lampje, dat is al een beetje dinges, maar die moet ik nog in elkaar zetten. En dan is dit dan de bedoeling. Maar ja, goed. Dan zet ik het lampje daar, want dan is het... Oké, dan heb ik als eerste zo'n mesje, dat je als je pakketjes krijgt, dat je het, hoe noem je dat, uit kan schuiven. En dat je het dan open kan... ritsen. Er zit ook kleine cadeautjes voor mensen bij, maar ja. Een borstel, nog een borstel, nog een borstel, het is, hoe heet het, en nog een borstel. Het is, hoe moet ik het zeggen, een detangle borstel, anti-klit, dus ja, even kijken. Dat is handig om het uit te pakken wat het verste is. Oké, dit is dan als je hem mee oplaadt. Dat je dit. Oh, en dan kan je het ook opplakken. Aan je muur. En dan kan je op zich je mobiel. Kijk, dan heb je hier dat. Kan je mobiel indoen en dan heb je hier de plakstrip. Dan hoef je zo. Dan heb je hier dat je mobiel erin kan zetten en dat je hem staand kan zetten. Ook handig. Als je dan aan het bellen bent en dan hoef je hem niet constant bij je vast te houden. Dit is een insectenbal. Dat als je last hebt van insecten, dat die insecten, je maakt hem volgens mij nat. En dan wordt hij heel plakkerig. Dus dan, maar dan komen al die insecten komen daarop blijven plakken. Dan heb je een zeeppakje. En dan kan je je zeep hierin zetten. En dan, omdat dit cadeautjes zijn, pak ik het niet uit. Ik zag ook nog. Toilet seat covers. Ik ben lichtelijk smetvrees. Ik denk dat iedereen dat is, maar ik zag het bij iemand ook. 10 stuks zitten erin en dan kan je het op het toilet zetten en dan kan je erop gaan zitten. Dus dat is prima altijd ook om bij je te hebben. Even kijken. Dit is dan op een in de keuken. Om af te, die wasbak af te vegen of de tegels in je badkamer af te dingen. Daar heb ik ook 2 stuks van. Kijk, dit is voor je auto. Dan heb je als je in de auto, je hebt dan een mesje ook. Dat als je dan, oh en het is ook een sleutelhanger. Maar je kan dan je... Hoe noem je dat? Je glasbreker. En hoe noem je dat? Moet ik even mee stoppen. Je ruit kan je dan breken. Zo'n ding zit erin. Is goed. Ik wil die dingen dubbel laten zien. Ik heb een airfryer. Die staat erachter. Maar dit is dan, hoe noem je dat? Bakpapier voor de airfryer. Kan ik ook erop gelijk zetten. Dan is dat
waar het bij hoort. Even kijken. Dan is dit een klein toilettasje. Met een tekst van Sister. En zo. Even kijken wat ik allemaal gehad heb. En wat handig is. Haarkam. Ik zit nog 5 minuten, dus vandaar dat ik eigenlijk zoiets heb van. Kijk, dan kan ik dit gelijk gebruiken. Alleen weet ik niet of het. Ja. Volgens mij was dit 67 cent, dit kleine mesje. Oh. How can you help yourself? Die vond ik wel handig, omdat ik met die gesprekken bezig ben als je in de rode fase zit. Wat je voelt en wat je dan kan doen om weer in de blauwe fase terecht te komen. Dus goed, dan is dit een bakje voor in de wasbak, dat je sponsje erin kan doen en het water drupt eruit, dus dan is het ook wel handig. Heb ik er ook weer een extra gekocht als cadeautje. Dan heb ik van geen steunkousen, maar volgens mij wel. Ik heb maat 39-42, dus ik heb een grotere maat gekocht. Dit is dan ook weer een kerst kleine cadeautje. Dit is ook voor bestek met kerst. Dat zag ik en ik had zoiets van, ja. Ik ben helemaal gek van kerst, dus ik had zoiets van, dan kan je het bestek hierin doen en dan 6 stuks. En dan zijn we 8 minuten bij de laatste dinges. Dan heb ik, even kijken, van januari 2 dingetjes. Het zijn dan met je, volgens mij met je geboortesteen. Zo. En dan is dat. Oh, dat is wel een mooie geboortesteen. Man. Oh, maar ik zie. Ik heb er dus 2. Dit is een andere kleur, lijkt het. Maar die is ook van januari. Dan heb ik van april. Van mei. Maar deze laat ik nog ingepakt. Omdat dat makkelijk te verpakken is. September. En voor mezelf. Met november mezelf kan ik ook wel uitpakken. Want die hoef ik niet te gaan cadeau inpakken. Kijk. Dan is dit mijn geboortesteen. En dan is dit het kaartje. Oh, citrien is dan, dit is granaat. Wat is die andere januari dan?
Ja. Citroen, strength, protection en balance. Zo. Daar heb ik. Dan heb ik voor een docent. Dit vond ik ook zo leuk. Teacher takes a hand, opens a mind, touch a heart and shares a future. Dit had ook een klein armbandje. Met dit kaartje. Dan heb ik sleutelhangers. Never forget how strong you are. Ik ben van de tekst. Dit is dan ook nog een teacher ingepakt. Sometimes you forget how awesome you are. So this is your reminder. Ik had zoiets van, ik ben van de positieve teksten. Dus ik dacht, ik neem er maar een paar extra. Want, ja. En van die teacher heb ik dus ook een sleutelhanger. Maar deze ga ik dan ook eventjes uitpakken. 12 minuten. Ik had waarschijnlijk alles even uit moeten pakken. Want dat scheelt tijd. En aangezien ik geen geduld heb, is het. Ik zie hier helemaal geen plakstrip. Maar ja, goed. Volgens mij eind oktober gaat daar wintertijd. Ja, toch? Kijk. Dit is dan een boompje. En dan staat erop: teachers, plant seeds. That grow forever. Dus ik had iets van. Is dat nou te zien of juist. Wacht even. Mijn hoofd is helemaal erg te zien. Dus dat, maar dan komt er nog een kleine, zeer kleine shoplog met de restant. En dan is het eventjes genoeg. En er komt waarschijnlijk, ik ga daar geen uitlatingen over doen wanneer de ding is over overprikkeling komt, maar die volgt dan automatisch. Dus ja. Duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat een reactie achter in de comments. Abonneer als je daar zin in hebt. En tot de volgende vlog. Laat weten of je nog iets leuks zou vinden als ik iets zou vloggen. En tot de volgende keer. En het vlogje van overprikkeling komt er nog wel aan hoor. Doei doei!